Welkom bij de Monex Europe Valuta Update, waarbij we deze week vooruitblikken op de onvermijdelijke Amerikaanse midterm elections. Nou, als we naar de optiemarkten kijken op deze grafiek, zien we dat markten weinig vuurwerk verwachten. Omdat, nou, er wordt eigenlijk weinig verzekering ingekocht tegen dollarzwakte in vergelijking met bijvoorbeeld de Franse en de Italiaanse verkiezingen, waarbij je ziet dat er behoorlijk veel verzekering werd ingekocht tegenover in dit geval eurozwakte. Kijk je dan naar het verleden, wat er gebeurde met de euro-dollarkoers bij de vorige verkiezingen in 2016 toen Trump redelijk onverwachts won, dan vertellen valutamarkten weer een heel ander verhaal. We zien hier eerst de euro-dollar opstijgen aan de hand van dat het duidelijk wordt dat Trump de verkiezingen heeft gewonnen. Omdat ja, Trump een beetje een outsider was en veel onzekerheid, maar markten leken zich hierbij halverwege te realiseren dat de verkiezing van Trump ook betekent dat de belastingen waarschijnlijk verlaagd zouden worden en dat er een fiscaal stimulerend beleid zou worden gevolgd. Nou, aan de hand hiervan sterkte de dollar juist bijna 3% aan tegenover de euro. Nou, wat kunnen we nu verwachten? De base case is dat de Democraten het Huis van Afgevaardigden gaan winnen en de Republikeinen de meerderheid in de Senaat houden. Mocht dat gebeuren, dan verwachten we niet direct heel veel valuta impact, misschien wat de dollar sterkte omdat het iets van de onzekerheid wegneemt. Maar stel je voor dat de Republikeinen alles winnen, dan heeft Donald Trump een veel sterkere hand om zijn beleid door te voeren, waardoor er misschien nog meer belastingverlagingen aankomen, wat zou zorgen voor dollarsterkte. Mochten de Democraten echter winnen, dan gaat het erg lastig worden voor de Republikeinse president Donald Trump om zijn beleid door te voeren. Nou, heb ik uiteindelijk nog een maar om mee af te sluiten. Want wat weten we nou wel en wat weten we eigenlijk niet? Eigenlijk is het heel lastig te voorspellen wat valutamarkten gaan doen. Want wat ik al aangaf met de euro-dollar grafiek van de vorige verkiezingen, ook al voorspel je de uitslag voor de verkiezingen goed, dan weet je alsnog niet hoe de markten hierop gaan reageren. Nou, wat we hieruit kunnen opmaken is dat we wel zeker zijn dat er waarschijnlijk volatiliteit gaat komen rond de uitslag van de verkiezingen. Wat wellicht een interessant moment is om te gaan werken met limietorders, om te profiteren van de toppen en de dalen van de markt. Dankjewel na het kijken van de Monex Europe Valuta Update van deze week. Veel plezier met de Amerikaanse verkiezingen en graag tot de volgende keer.